Zoals u weet is de pensioenregeling voor zelfstandigen onderontwikkeld. Voor geneesheren specialisten stellen zich evenwel specifieke problemen met betrekking tot het opbouwen van hun pensioenrechten. Voor een geneesheer specialist is het eigenlijk onmogelijk een volledige loopbaan van 45 jaar op te bouwen. Gezien het feit dat ze pas tussen hun 30ste en 35ste professionele activiteiten uitoefenen. Bovendien worden de periodes waarin ze in het kader van hun opleiding reeds professionele activiteiten uitoefenen en dus ook sociale zekerheidsbijdragen betalen, niet meegeteld voor hun pensioenberekening. De enige wijze waarop deze studiejaren kunnen worden meegeteld is door de studietijd vanaf je 20ste in zijn geheel te laten regulariseren. Zelfstandige artsen kunnen dit op het einde van hun carrière. Artsen in loonverband moeten dit binnen de 10 jaar na afstuderen doen. Dit zorgt ervoor dat deze laatste groep artsen reeds kort na het starten van de professionele activiteiten zware financiële beslissingen moeten nemen die pas 30 jaar later of meer uitwerking zullen hebben en waar ze bij gevolg niet altijd de gevolgen van inzien. Bijkomend probleem betreft de inkomstenplafonnering voor cumulatie met pensioen of overlevingspensioen. Zij die willen bijwerken aan een loopbaan om een beperkt pensioen aan te vullen, worden hierin sterk beperkt. En dan heb ik daar eigenlijk de volgende vragen over. Hoe rechtvaardigt u het feit dat periodes van inactiviteit door werkloosheid wel worden meegenomen in de pensioenberekening, terwijl periodes van activiteit door geneesheer specialisten, die daar ook sociale zekerheidsbijdrage voor betalen, niet worden meegenomen in de pensioenberekening? Dat is één vraag. En dan, hoe staat u uzelf tegenover het idee om de studiejaren waarin professionele activiteiten worden verricht en dus ook sociale zekerheid betaald, te laten meetellen voor de pensioenberekening? En dan mijn laatste vraag. Hoe staat u tegenover een ruimer inkomstenplafond voor cumulatie met pensioen of overlevingspensioen? In beginsel zijn de geneesheer specialisten in opleiding onderworpen aan een onvolledig sociale statuut. Zij betalen sinds juli 2009 bedragen en zijn verzekerd voor volgende taken van de sociale zekerheid: ziekte en invaliditeit en kinderbijslag voor werknemers. Er worden geen bijdragen afgehouden voor de pensioen. Dat is de reden waarom er geen pensioenrechten worden opgebouwd. Klaar, hè? RMSS spécialiste en formation, pas de cotisation de pension, comme je viens de vous dire. Je voudrais quand même vous rappeler que la seule manière de régulariser cette période dans le régime des pensions de travailleurs salariés consiste dans le paiement de cotisations de régularisation dans les 10 ans après la fin de la formation. Ils ont 10 ans. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai demandé à l'ONP, quelques semaines avant la chute du gouvernement, de réfléchir sur une harmonisation des régimes, puisque les travailleurs indépendants dispose d'une faculté de régularisation jusqu'à la veille de la prise de leur pension. Je vous ai encore dit hier, il faut réécrire. Non, mais pour qu'on puisse harmoniser les deux, pourquoi les uns 10 ans et les autres jusqu'à la veille, hein, pour les deux cas. Et alors, il y a la majoration du plafond de cumul. Je me suis déjà exprimé à différentes reprises, et je vais encore le dire aujourd'hui ici devant vous,
Je suis favorable à une augmentation du montant des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore aujourd'hui. Maintenant, allez, je ne vais pas aller trop loin dans ma réponse, mais à l'infini, je crois que ça ne passera jamais. Avant ou après 65 ans, ça mérite réflexion. C'est un débat difficile, mais de manière principielle et à titre personnel, je plaiderai pour qu'on puisse augmenter le travail autorisé. Je crois que je ne saurais pas être plus clair, Monsieur le Président. Dank u wel, meneer de minister. Ik ben blij dat u erkent ook dat er een probleem bestaat met betrekking tot de regularisatie. En er is misschien nog wel wat werk aan de winkel daarvoor. Maar bedankt voor uw antwoord.